Hij rijdt nu bijna 100 km per uur. En we hebben hier allemaal terugknopjes. Waar zie je de snelheid? Dat is hier dan. Hier. Die rijdt nu 100. Ja, ergens het spoormuseum hebben ze ook sinds zo'n nagebootste tuin. Kijk, en hier zie je allemaal knopjes. Als je op zo'n knopje drukt en je drukt op 90, dan gaat hij gewoon 90 rijden. Ja. We kunnen dat ook met de hand regelen. Maar het is een soort cruisecontrole. Dus gaan we de brug op, dan trekt hij, dan gaan we naar beneden, remt hij een beetje af. En nu kan je ook zien, je hebt hier die ampère meter. Als we vermogen vragen, dan zal die boven de nul komen. Hè? Wat is zijn vermogen? 6000 metertje. Wat vermogen? Dat hij harder gaat. En nu is hij aan het remmen en nu remmen we op de motoren af. Ja. Dus dan weet ik eigenlijk, ik ben een keer bij zo'n boel wrakken, ben ik er ook eens een keer in geweest. Ja, wat denk je wat dit zal zijn? We kunnen gas geven naar ze met de auto, maar wat denk je wat dit is? De remknop. Ja, de rem. Goed zo. Ja. Nou, als er iets aan de trein markeert, ja, dan gaat er een lampje branden. Dan hebben we nog daar aan de linkerkant die met die horen, dat is de GSM-bril. Dat is een, zeg maar een soort mobielefoon die we hebben. We hebben contact met de verkeersleiding. We kunnen ook van kantoren uit gebeld worden of iets dergelijks. En dat is een mooi systeem, dat is goed verbeterd. Het is digitaal allemaal, dus dat is... Maar jij hebt de stoel? Ja. En jullie hebben een hele eigen energienet, zeg maar. Dus dat is stroom uit van de Wij betrekken onze energie over de regionale, zoals hier Eneco. Ik wil roken! Ja. En dat wordt, zo meteen komen wij daar langs, dat wordt ondergebracht in onderstations. Want wij krijgen uiteindelijk de opleiding een andere trein langs gelijkstroom. En die onderstations bevinden zich natuurlijk overal in het land. Mm-hmm. En een tijdje geleden heeft hier eentje in de brand gestaan. En toen hadden we veel problemen, want dan moeten die andere onderstations dat overnemen. Oh ja, maar dus die hebben een soort reserve, die onderstations, als het gewoon, want het gewoon net uitvalt? Of, nee, maar het kan anders gekoppeld worden. Dus als er eentje uitvalt, dan kunnen anderen het overnemen. Alleen wij merken dat gelijk met groot... Een tasje. Weet je wel dat jij weer op zit, joh. Ja, hè? Maar dan kunnen andere onderstations dat overnemen. Gaan we weer. Maar dan merk je wel, als je een lange trein hebt en je vraagt net veel vermogen, dat dan de bovenleidingspanning echt wel naar beneden zakt. Oh, ja. Dus dan moet je een beetje meer je meters in de gaten houden. Ja, dat heb ik wel eens afgevraagd. Dat is wel al als de trein nog reed, maar ik heb dat nooit meegemaakt dat dat... Kijk, die gaan bijna dit. Reed, omdat het algemene net uitkomt. 40. Nee. Door naar de 100 km. Dat ben ik ook niet. Nee. En ik doe het al bijna 30 jaar, dus dan. 50. Nee, zo ziet kun je ook beter voorstellen. In mijn waarde als er opeens iets fout gaat. Dus ja. Zie je inderdaad van hem. Ja. Ja, je ziet alles. Hè. En normaal zit je gewoon lekker ontspannen te rijden. Op het moment dat iets niet goed is, zie je dat gelijk. Het is prachtig mooi werk, je komt eigenlijk door het hele land heen. En straks ook ga ik naar Nijmegen toe. Dan heb ik een dubbeldekker. Een dubbeldekker sneltrein. Even kijken, dubbeldekker. Die nieuwe stoptrein die heb ik straks ook nog, die SLT. Die met die tunnel, ja, wat u zei. Ja. En dan zit je echt in een tunneltje hoor, te kijken een beetje. Ja. Dan kan je wel een beetje meekijken. Ja. Ja, wij houden die gordijntje dicht. Tot de 60. Nou, hebben we hier nog een systeem, een omroepsysteem. Daar tikken wij ons treinnummer in. En dan met GPS ons treinnummer. Dus net zoals een auto een nummerbord heeft. Ja. Als wij gaan rijden, dan hebben wij ook een soort nummerbord. Ja. En dat kunnen wij hier intikken. En dan is er een mevrouw die gaat automatisch omroepen. Dat is een computertje. En we kunnen ook allerlei serviceberichten nog rond te doen van gladde perrons, zakkenrollers, ook in Engelse taal bijvoorbeeld. Dat zit allemaal in dat menu ingebakken. Gaat tot de 40. Ja, heel leuk om het nou zo te zien vanuit dat je dagelijks kijkt. Ja. En lang vanuit het oogpunt van de machinist.
Nou, gelijk heb je dat u even mee liep. Dat is gewoon leuk, hè? Het is ook leuk om te vertellen, hoor. Oh, ik denk dat er wel wat jongetjes en meisjes. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Wat zit hier dan? Dit, hier zit niets in. Dit ballet, dit dingetje, dit stokje, zeg maar, moet ik omhoog tillen, wil ik deze remkraan aanzetten. Inzetten, zeg maar. Deze kan je alleen gebruiken als deze mogen zitten. Ja, dat klopt. Kijk, maar nu zit hij helemaal vast. Als ik hem nou omhoog til, dat mogen we nu niet doen. Maar omhoog til, dan kan ik hem naar voren duwen. Ja, dan gaan we rennen. Nou, het is pas gereviseerd. Nieuwe motoren erin, die ook weer zuiniger zijn. Hebben ze nou dat net de afgelopen jaren een beetje gemoderniseerd? Want ik hoorde zo'n 7 jaar geleden luiden ze de alarm op. De laatste tijd hoorde ik steeds over stroom en wisselstoren. Ja, kijk, het probleem is, die zijn de wisselstoren die we gehad hebben in de winter, dan zit je met het ijs en alles, hè, en stuifsneeuw en dingetjes. Er wordt gewoon keihard aan het werk. We hebben wel eens een keer in zo'n gezeten achterin. Ja? Ja, heb je ook een keer gedaan. Maar het is de laatste weken, is het weer echt meer, zeg maar, merk ik. Tussen Arnhem en Winterswijk is het helemaal warm boos. Mm-hmm. Want daar rijden wij niet, dus ik weet niet precies wat. Nee, ik ben van Houten reis ik naar Amsterdam-Zuid en weer terug. En, ja. En op dat traject is de laatste 2-3 weken beduidend meer dan half jaar geleden. Zeg maar. Nou, okay. Zwaai maar even dag met de camera. Nou, wat wij natuurlijk wel hebben. Vond je het leuk? Met, op dit baanvlak, dat veel nieuwe wissels en alles aangelegd worden. Ja. En